Als je zegt, dan ga ik video maken. We gaan wat. Ik weet het ook niet. We gaan wat eten. We gaan zien. Maar je moet zo een video maken, ja? Is goed? Kan je vasthouden? Ja, ik heb hand toch. Ik kan vasthouden. Is goed, haal vast dan. Kom dan. Kom. Maak je video van mij? Kom, ik maak video, Adi. Kom. Ja, maak video. Ja, je ziet er mooi uit. Kom. Ja, maak video. Ja, kom. Ik maak video. Ja, maak video. Kom, ik maak video met je Star Wars. Kom. Maak je video? Ja, ik maak video. Ja, yeah, what's up guys? It's with your boy Murad. I was rich a long time. Right now, I had a big failure. Wie dit zegt? I had a big failure. Luister, wat voor video is dit, bro? I'm right now bankrupt. Luister, kom en maak video. Really hou zo. Right now. Luister, je moet precies zo houden, ja? Je moet video maken, maar dan praat je Engels. Kom, hou zo vast. Kom. Ja. Yes. Kom eens, hou vast zo. Big Papa. Zie ik er goed uit? Ziet er leuk uit. Wat je alleen kan doen is alleen die zak naar die andere kant. En wacht, laat me. Ja, die tas kunnen gewoon daar blijven. Is goed. Dus ja. Kan je deze zien? Nee, maar als je die laat zien, dan zie je dit. En met die ding toch hier. Met die sinaasappel. Ja, die moet er ook zijn. Ja. Zo zitten. Je moet zo zien, bro. Luister mensen. Ook al je ballen zijn zo dik, maar je lul is zo. Dat is goed. Weet je waarom? Je lul is Rolls Royce. Pik. En ze zeggen, het is klein maar fijn. Als je lul als een Rolls Royce kan werken, is goed. Maar mensen, we gaan het hebben over waarom ik steeds mensen uitdaag. Ik weet het ook niet, man. Ik daag alleen maar mensen uit. Maar geen vrienden. Ja, ik daag iedereen uit. Iedereen, ik maak iedereen vijand om me heen, man. Maar ik mag geen vrienden, ik weet niet waarom. Maar ik denk dat ik daarvan hou. Om mensen gewoon uit te halen. Om mensen gewoon pap te maken. Gewoon een pak slaag uit te delen. Daar hou ik van. Om mensen gewoon uit te halen. Om mensen gewoon, ja toch. Dit mensen, ja. Dit kan je niet zomaar bereiken. Een Rolls Royce. Dat kan je niet zomaar bereiken, mensen. Denk jij, mensen gaan netwerk. Fuck you met je netwerk. Mensen, ik ken Sheik. Mensen gaan, ik kan dit, ik kan dat. Maar die mensen hebben, in wat voor auto rijden die mensen? Kanklelijke auto's. Ja? Ik laat je dit zien. Ik zeg, luister, dit is mijn auto. En jij gaat me serieus nemen. Of voor de homo's, voor de haters. Is normaal. Jullie gaan zeggen huur, geleased. Wij zetten kanker zo die geld op die tafel. Niet als jij. Niet als die andere influencers. Leasen. Nee, we zetten gewoon die geld op die kankertafel. Ik zei tegen die Rolls Royce. Ik zei luister. Pak die kanker geld. En geef die sleutel. Ik zei bro, no problem. You're the first customer. You are my lovely customer. The first time is happen. Hou zo. Maar zeg wat voor problemen je had in je Rolls Royce. Wat voor problemen had ik? Ik had geen probleem. Je had toch probleem? Je was toch jong? Ze gaven je geen... Ja, vertel die dan. Luister. Ik kwam zo. Ik kwam bij het begin van die Rolls Royce, ja. Ik maak deur open. Mensen kijken niet naar me. Omdat door mijn leeftijd, hoe ik eruit zie, wat dan ook. Ze zeggen, hij is jong. Ze komen alleen maar kijken. Je weet toch, video maken. Ik kijk zo naar die auto's, ik zeg tegen die man, hey, luister bro, ik wil die auto's zien wat je op voorraad hebt. Hij kijkt die andere kant op, hij hoort me niet. Hij denkt, hey, deze jongetje wilt foto maken, wilt mijn tijd innemen. Kankerhond, laat me auto's zien.
Hij kijkt zo naar mij. Hé! Hey. Hij liet me de auto zien. Ik zei, bro, I wanna see the cars. Which one is available? Hij zei, oké, okay, brother, no problem. Don't hurt me. Ik zei, oké, okay, no problem. I will not hurt you. Show me the biggest car. Show me the fanciest. Show me the best car what you have. In the Rolls Royce, kanker best car. We go down. A big place. He said, this one, this one, this one, this one, and this one. Big boss, Kubi. Ik zei, bro, okay. This one is old man car. I don't like. I'm young. This one, also not for me. It's for my papa. Wait, it's, I will buy it. It's for myself. And then he showed me, I said, wait. That one is good. Rolls Royce down. Why, brother? Because the up is going up. In the summer, dan gaat die auto is mooi. Iedereen zien. Ik zei, luister, broeder. Ik wil deze auto van je kopen. Nu moment. Nu op het moment. Ik heb cash. Hij zei, brother. Okay, brother. Is no problem. Ik laat mijn bankkant zo zien. Ik zei, broeder. Regel die auto voor mij. Regel die auto. Hij zei, luister, hoe oud ben je? Ik zei, bro, ik ben 22. Hij keek zo, wat? Ik zei, bro, kanker, homo. Ik zei, ik ben 22 jaar oud. Wat? Hij keek me aan. Hij zei, helaas, wat voor werk doet hij? Ik zei, brother, no problem. It's black money, black money. I fuck the Europees, the countries. He said, you are big boss, Bafia. Ik zei, brother, no problem. Toen, hij zei, brother, There might be a problem. Ik zei, wat voor probleem? Een kankerturk. Hij zei, broeder, je bent 22 jaar oud. Die mensen willen jou geen auto geven. Verzekering wil jou geen auto geven, want je bent 22 jaar oud. Ik zei, bro, geen probleem. Geen probleem, we gaan het regelen. Gewoon zelfverzekerd. Einde van de dag, ik heb mijn betaling gedaan. Ik heb 500.000 euro neergelegd op die kankertafel. Ik zei, luister, deze auto ga ik nu krijgen. Heb ik op mijn naam gezet? Is geen probleem. Ik kan je bewijs laten zien. Nu ga ik het bewijs laten zien. Mensen willen niet geloven. Mensen willen niet geloven dat ik een Rolls Royce heb. Mensen vragen bewijs. Je gaat mijn naam ook zien, bro. Dit is de bewijs. En als iemand nog tegen mij zegt van deze auto is huur of lease, je kankerhoeren, kankermoeder. Ja? Dit is een bewijs. Wij leasen niet. Wij huren niet. Wij kopen die kankerauto. Ja? Ik moet even uit mijn portemonnee zetten. Mijn portemonnee is van Louis Vuitton. Je moet even mijn tijd nemen. En jij kan wachten. Dat is geen probleem. Hé, hey, ik heb spiekpijn gekregen, man. Dat is geen probleem. Je krijgt die. Dat is goed. Kijk. Ik ga niet alles laten zien, hè. Ik ga je alleen dit laten zien. Kijk. Kijk, dit is mijn kaart, ja? Je hebt de registratiekaart, ja? Ik ga je niet alles laten zien. Kijk. Rolls Royce down. Down. Rolls Royce down. Wacht, ik zie hem. Rolls Royce down. Kijk. Kom. Rolls Royce down, ja? Down. Waar is hij down? Kijk. Hè? Wacht, nu ga je mijn naam zien. Wacht. Je kan niet alles laten zien. Kijk. Kom maar, luister naar. Je moet hem met me, man. Kom maar, luister naar. Je zegt hem. Klaar. Als iemand nu tegen mij zegt, is kanker lease of een huurauto, jouw kankerhoeren, kankerzuster, de moeder, de kankerhond. Ja? Waarom die hand houden? Honden zijn goed, hè? Ja, toch. Honden hebben geen probleem. Honden zijn goed. Ik weet. Dus hond kunnen we eruit halen. Mensen, toen... Ik zei... Brother, I take the car. A Rolls Royce on my 22 years old. Right now, I'm good. Oké? En als mensen tegen jou zeggen, luister, en ik ga jou nu motivatie geven. Hoe heb ik dit gedaan op een 22-jarige leeftijd? Mensen, ik gebruikte mijn hersens.
Ik gebruikte mijn hersens, ik heb gewerkt, ik heb gestreden. Mijn pa was mijn mentor. Hij heeft me geholpen. Geholpen met die mindset. Niet geholpen met geld. Met die mindset heeft hij me geholpen. En voor de mensen die, mensen die praten, heel veel mensen praten, bro. Jij moet het waar maken. Mensen, iedereen heeft een mond. Sommigen nemen lul in mond. Sommigen nemen andere dingen in mond. Maar jij moet niet praten, jij moet het waar maken. Als jij het waar maakt, dan ben jij van hier tot hier, bro. Dan gaan mensen jou serieus nemen. Als jij doekoe hebt, als jij wat kan laten zien, als jij wat kan betekenen voor de mensheid, dan ben jij een man. Dan gaan mensen jou serieus nemen. Want anders niet. Anders niemand gaat je serieus nemen. Dan ben jij een kankerzwerver. Ja? Hier in Dubai, 80% van de mensen is zwerver. Is kankerlelijke mensen. 80%. Hier in Dubai, Arabieren zijn niet rijk. De Europese mensen zijn rijk. Die komen. Is een toeristische plek hier. Dus jij denkt, Arabieren, olie. Hier in Dubai heb je geen olie, motherfucker. Hier in Dubai, mensen verdienen met toerisme. Begrijp dat goed. 80% van die mensen hier zijn Pakistanen. Ja? En die Arabieren werken niet. Arabieren zijn advocaat, dit, dat, wat dan ook, wat dan ook. Al die Pakistanen werken hier. Ja? Arbeiders. Dat zijn hun. Jij denkt, Dubai is fijn. Dubai is een mooie plek. Dubai is safe. Heel veilig. Maar, hier, mijn Arabieren hebben geen geld. Mensen, ik heb geld. Ik heb fucking geld. Ja? Ik ben de rijkste persoon van Dubai. Op 22-jarige leeftijd. Wie koopt Rolls Royce? Die man keek me zo aan. Dubai! We zitten in Dubai. We zitten niet in Istanbul. We zitten niet in Nederland, Amsterdam. We zitten in Dubai. Mensen weten Dubai. Dubai! Wauw! Bro, die man keek me zo aan. Hij ging bijna doodvallen. Ik ben 22 jaar oud, bro. Ja? Dus, ik ben de fucking rijkste op mijn leeftijd. Wie is zo rijk als ik? Hier in Dubai op 20-jarige leeftijd? Niemand. Ik ben de rijkste. Mensen. Ik hou van jullie. Jullie moeten het ook waarmaken. In plaats van te haten. Als je geld hebt, dan kan je haten, bro. Als je niks hebt, dan kan je niet haten. Dan moet jij het waarmaken. En dan kan je haten. Want dan ben je een persoon. Dan kan je pas haten. Want dan heb je van, hey, luister, bro, ik heb een kanker Rolls Royce. Ik kan haten op jou. Want jij bent kanker mislukkeling. Ja? Abe, maar wat is je concept dan? Wat probeer je te zeggen dan? Nee, wat gewoon, probeer je te zeggen tegen die... Ik praat gewoon. Is gewoon ik praat wie wilt snappen? Wie wilt snappen die begrijpt? Wie wilt snappen die moet gewoon begrijpen. Ja. We praten. Ik ben de rijkste. Of niet? Ja. Ik ben de rijkste van mijn leeftijd. Hier in Dubai. Ik ben 20 jaar oud. Ik ben 22. Ik ben de rijkste van heel Dubai. Of niet? Ja. Nou wel. Ja. Dan ben ik ook de rijkste op mijn leeftijd, hè? Ja. 19 jaar oud. Ja. Maar jij moet alleen je bankrekening nog laten zien. Ah ja, maar... ja. 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 Zeker. Jij, hoeveel geld heb jij op je bankrekening, brother? Ja, ik heb veel gespendeerd, man. Op parties, op bitches, op alles, man. Dus dat is die fucked up point van me. Maar ik heb wel gewoon rond de 200, 300.000 euro, alhamdulillah. Maar je weet toch, we sparen. Voor dit jaar wil ik gewoon wel 3 huis kopen hier. Gewoon, en dat zit gewoon. Dat is mijn plan voor dit jaar. En dan volgend jaar wil ik gewoon even naar Californië. Over 2 maanden ga ik ook naar Californië. Ga ik even kijken hoe die meiden zijn, hoe alles is. Je hoort het, mensen. Ja, man. Mensen gaan op vakantie, daar, ja. Jij bent je hele leven fucking in Nederland gebleven. Je gaat op vakantie, je gaat naar Marokko, je gaat naar Turkije. Hey, maar... Bro, ik vind Turkije zo... Het is klaar, bro. Mensen, ik ga op vakantie. Waar ga je op vakantie? Ik ga naar Turkije, man. Waar ga je in Turkije? Ik ga naar Bodrum, man. Bodrum. Antalya. Je bent kankerdom als je naar Bodrum gaat.
Met fucking lelijk als je toch naar Antalya gaat. Mensen gaan op vakantie, mensen gaan naar Aruba. Mensen gaan naar hier toch, mensen gaan naar die fucking rijke plekken. Mensen gaan naar Afrika, waarom gaan ze daar? Goudmijn. Jullie gaan naar Turkije. Club VIP. Poppen. Murda. Wai, yo, Murda. Murda. Luister, Murda. Murda is ook kankerlelijk. 10 jaar geleden niemand kende hem. Hij speelde toch in de film met Yeser. Dat is kankerlelijk, bro. Hij is fucking lelijk. Niemand kende hem. Niemand wilde werken met hem. Hij is gegund. Nu is hij zo gekomen. Maar, luister. Waarom gaan jullie naar Bodrum? Waarom gaan jullie naar Marokko? Die elke jaar gaat. Oké, ga 1 keer. Ga naar je familie. Is geen probleem. Maar wat voor vakantie daar? Ik ga zonnen. Ik ga zonnen daarom. Ik ga kijken naar hoeren. Ga naar, luister. Vakantie betekent... Ik ga je 1 ding zeggen. Ik ga je 1 ding zeggen, mensen. Vakantie betekent vrij van je werk om je eigen werk, om je eigen dingen te creëren. Betekent niet te zitten. Dat hebben ze jou in jouw hoofd gezet. Dat hebben ze jou in jouw hoofd gezet. In jouw kankerhoofd. In jouw kankerkleine hoofd. Jouw hersen is zo. Jij denkt vakantie betekent niks doen. Vrij, ik heb een hele jaar gespaard. Ga ik op vakantie? Ga ik zo zitten op de kankerbank? Je bent fucking dom als je dat zo denkt. Vakantie betekent weg van werk om je freedom te pakken. Wat is freedom? Je financiële vrijheid te pakken. Dat betekent om nieuwe dingen te begrijpen. Begrijp je? Om te gaan werken. Ander dan je werk. Niet 9 tot 5. Nee. Nu moet je eigen werk gaan maken. Dat is je vrije tijd. Oh. Juist. Hé, hey, jij bent slim. Natuurlijk. Dat dacht ik niet, hè? Natuurlijk. Oh ja, omdat ik rijk ben, toch? Ja. 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 Ja, maar dat is voor die mensen die 9-5 werken, juist, toch? Want ze hebben dit in jullie hoofd gezet. Ja, hey, luister. Vakantie. Blijf rustig. Rustig. Ja. Niks doen. Niks doen, alleen maar social media. Maar niet jezelf ontdekken. Dat mag niet. Wauw, hey. Jij bent beter dan Andrew Tate? Ja, natuurlijk, bro. Wat doet Andrew Tate? Andrew Tate, die is klasser. Andrew Tate, hij geeft je motivatie. Einde van de motivatie zegt hij, kom naar mijn cursus. Ja. Kom naar mijn cursus. Stuur je op je Discord. Kom naar die cursus. Die discount. Die Discord was het, toch? Ja, Discord. Kom naar mijn cursus. Ben je in de War Room? War Room. Moet je €5000 betalen, hè? Dan kom je met heel veel mensen. Luister, die mensen, die zijn nog net als sukkels net als jij. Die niks weet. Denk je dat je gaat afspreken met Andrew Tate? Nee. Je gaat niet afspreken met hem. Of je gaat niet afspreken met die Tristan Tate. Je gaat afspreken met die andere homo's, andere sukkels, andere idioten die in jouw segment zijn. Daarvoor heb jij €5000 betaald. Hey, zeg ook hoeveel de hoeren hier verdienen. Zeg dat, ze gaan helemaal gewoon. Luister, hoeren verdienen hier 300 Wacht, euro. Hoeveel is één seks? Hoeveel is één seks? €300 1000 dirham. Nee, meer dan 1000 dirham. Meer? Dan heb je die lelijke hoeren. Hè? Als je gewoon, als je een mooie vrouw bent, met kont, alles, dan moet je voor één vrouw, als je naar die 5-palm gaat, vragen ze €300. €300. Oké, laten we zeggen. Ik geef jou een tip gratis, bro. Ik geef jou een tip gratis. Daar heb je ook homo's, hè? Toch? Ja, maar ze wachten allemaal binnen, man. Ook bij die lobby's en alles. Ze wachten allemaal binnen. Helemaal gekke shit. Ik geef jou een goede tip, broeder. Je kan je broekje uitdoen. En dan. Als je gewoon goed werkt, dan gewoon 10 keer. Als je gewoon goed werkt, 10 keer. 10 keer 300, €3000, man. In 1 dag. 10 keer 300. 3000, jongen. Dat is fucking €3000, man. Oh, in één dag. €3000. Jongen. €3000. Watani chin!
Laat daar niet in! Olom, je betaalt geen belasting lang over dit. Ja, toch? Je moet gewoon tegen de overheid zeggen, ik verkoop mezelf, broeder. Verkoop mezelf. Wat voor belasting? Klaar. Ze weet helemaal, maar ze weet money, jongen. Dubai betaalt geen belasting, bro. Je moet naar Dubai komen. En je moet achter de raam werken. Achter de raam. Achter de raam werken. Is 3000 euro. Eén dag. Kankerveel geld, bro. En als je zegt van, ik ben man, maar hoe kan ik een mannenhoeren zijn? Hier zijn zoveel rijke mannen. Ze neuken van al die gekke wijven. Maar ze zijn gewoon van, ik wil ook nu mannen neuken. Je weet toch? En daarna, je moet niet denken van, 300. Nee. Ze geven je VIP jet. Ze geven je G-class. Ze geven je van alles. Ik hoor al die stories hier. Helemaal gek. Gekke huis hier, man. Ja. Ja, brother. Niet alleen 300. Ja, kijk, het is network. Kijk, dat is network. Dat is network. Klaar. Ja? Die gaan, kijk, zo kan je met die Arabieren. Want die Arabieren willen niet met die buitenlanders omgaan. Locals, hè. Als je zegt, luister, als je mooie kont hebt, als je grote kont hebt, dan kan je laten zien, die Arabieren van, hè, toch? Netwerk, mensen. Is netwerk. Denk er goed even over na. Dit is een normaal. Normaal per dag. Begrijp je? Arabier. Die gaat je meer geven. Maar dus, je verdient 3000 euro, toch? Ja. Als je gewoon normaal werkt, dan verdien je 1500 euro, toch? Nee, gewoon per dag vijf keer jezelf laten neuken. Een dag? Ja. Een dag, als je normaal werkt, nee, dan krijg je 100 euro. Geen eens 100 euro, minder dan 100 euro. 50 euro, man. Oh ja, in Nederland? Ik weet niet in Nederland. Ja? Maar hier, bro, ze maken geen eens 50 euro. Ja? Ja, natuurlijk. Pakistanen maken 100 dirham per dag. 100 dirham. Laat me even kijken. Wacht. Ik ga even kijken. Nederland. Per dag loon. Per dag. Even kijken. Dus maximum maandloon te delen door 21 euro. 21 euro? Jij werkt voor 21 euro? Wacht. Nee. Kanker lelijk. 21 euro. Je dagelijkse fucking loon is 21 euro. Bro, ben jij zo fucking lelijk? Hè? Ben jij zo fucking lelijk? Jij bent het toch niet waard om 21 euro te krijgen per dag? Dan ben je toch fucking lelijk, bro. 21 euro. 20. Je werkt 9 bro, tot 5 uur. Verdien 20 euro, man. We spenderen per dag 150, 200 euro aan eten, man. Ja, natuurlijk. Bro, je gaat dat eten. Je betaalt 20 euro. Einde van de maand heb je fucking niks, man. Moet je elke dag thuis eten? Je bent toch fucking lelijk, man. Ik begrijp mensen niet. Ik begrijp mensen echt niet, man. Hoe mensen echt gewoon 20 euro per dag kunnen... Hey, we moeten deze video gewoon met geld verkopen, man. Hey. Ja, is natuurlijk. Is 1000 miljoen euro waard deze video? Je weet toch? Ik zeg 1000 miljoen euro echt waard. Mensen willen gewoon niet uit die matrix uitkomen. Ja, mensen zitten in die matrix. Je leeft gewoon voor één keer. Doe wat met je leven, man. Matrix. Ja, je moet wat doen met je leven. Elke dag hetzelfde. Gewoon risico elke nemen, dag, man. Elke dag hetzelfde. Gewoon die risico. Ja, gewoon die lul in je kont nemen. Ja, toch? Ja, elke dag hetzelfde. Als je zegt, ik wil gewoon business openmaken. Oké. Laat je gewoon zelf, hoeveel kost die website van jou? Huh? Hoeveel kost die website van jou? Welke website? Je verkoopt toch website, je hebt toch mensen om te creëren? Ja, natuurlijk. Voor hoeveel doe je dit? Het is al te weinig. Hoeveel? Het is voor 1500 euro. 1500, jongen, gewoon één dag werken, vijf keer laten neuken, je creëert een business. Ja, luister. Het is 1500 euro, je laat de website dat. Maar, luister, Murat, mensen zijn dom. Maar ze willen echt niet begrijpen. Mensen willen niet begrijpen. Hoeveel je ook uitlegt, dit, dat. Je laat zelfs een Rolls Royce zien. In plaats van dat mensen jou vragen, willen ze haten. Ja. Begrijp je? Maar ze hebben het zelf niet. Ze willen vingers wijzen, dat wijzen, dit wijzen. Maar ze zeggen niet, helaas, hoe doe jij dit? Begrijp je? Hoe de fuck doe jij dit, mens? Hoe de fuck doe jij dit?
In plaats van dat wil ze wijzen. Ja. Luister, Mora, ik ga slapen, man. Echt waar, ik ga echt slapen, man. Ik ben echt moe. Hey, ik heb honger, man. Ik heb ook honger, we gaan wat eten. Wat gaan we eten? Ik denk Nusret, man. Ja. Of Jason Aburak is ook hard. Man. Ja, Jason Aburak. Ik ben niet wel uit Turkije gekomen, dus ik weet niet meer. Weet je wel wat Arabiers of zo? Arabese. Arabisch. Ja, maar die mensen, die kopen ook gewoon merkkleding, maar ze verdienen nog gewoon die normale loon. Wat denk je? Echt dom, hè? Echt dom. He showed. Ah, man, oké, je hebt geen kanker. Waarom ga je investeren in fucking merkkleding? Ja, waarom ga je originele merkkleding kopen als je die fucking geld niet hebt? Je wilt niet vertellen, hè? Ik wil gewoon niet vertellen, want mensen begrijpen echt niet, hè? Mensen gaan echt niet begrijpen, man. Echt niet. Maar het is gewoon tijd, het is gewoon, je weet toch? Vertel een fact dat hoeveel procent van Nederland draagt merkkleding, maar het komt van Said Sinar. Hier zien wel, bij elke persoon merkkleding. Heel veel mensen kopen van Said, nee. Maar de andere percentage die niet koopt, is kankergroot. Ja? Die denken van, helaas, wij willen origineel. Wij willen showen. Maar wat denk je, wat is het verschil? Ik weet, wat denk je? Niks. Maar er is wel één verschil. Wat is het? Het gevoel. Ja, wow. Het gevoel. Wow. Bij Said koop je het voor hoeveel? Ik verkoop het voor één t-shirt voor €150 of zo. Ja, maar voor hoeveel verkoop paadje? Voor €80 of €90? €90. Ja, maar natuurlijk. Ik ga soms, maar ik heb geld. Ik koop een parfum, of ik koop geen parfum, maar ik koop gewoon een schoen. Ja. Je weet toch, ik ga naar Louis Vuitton. Soms wil ik gewoon spenderen. Ja. En ik kijk ook naar mijn eigen producten. Het is gewoon same. Maar soms wil ik gewoon die rich gevoel hebben. Maar dat is het gevoel alleen. Wanneer je naar binnen komt, zeggen ze, hi mister, how you doing? En dan zijn er gewoon kanker lekkere wijven hier bij Dubai Mall ook. Lekkere wijf. Ik zeg, oké. Ik ga haar ook showen. Ik heb die geld. Waarom eigenlijk? Je moet een wijf laten werken. Mooie wijf. Echt een fucking mooie wijf. Mensen willen geen mannen zien. Mannen. Je moet een kankermooie wijf. En dan kan een jongen ook niet zeggen, even luister, korting. Die meid moet gewoon zeggen, je bent kankerlelijk. Je bent kankerscheer jij. Dan gaat hij mannelijk doen, dan gaat hij alles kopen. Ja, dan gaat hij alles kopen. Is hij kankerdom, gaat hij zijn hele bank opruimen. Begrijp je? Maar, jullie zijn dom dat jullie in de merk... En dat doen ze ook met jou. Ze spelen met je gevoelens. Als je naar een merk kledingwinkel gaat, die gaan naar Louis Vuitton. Je ziet kanker voor vrouwen, hoor. Je ziet vrouwen, want tegen een vrouw kan je niet hoogdanig doen. Hey. Ja, maar ook met die mannen, hè? Dan ga je willen showen. Dan ga je maar willen ook showen. Met die mannen. Er zijn geen lelijke mannen. Allemaal erbinnen en zijn gewoon classy mannen. En dat zijn bedoeld voor die vrouwen. Yes, dat zijn bedoeld voor die vrouwen. Ja. En die vrouwen komen je dag kijken, dit, dat. En dan willen ze ook. Maar vrouwen, kijk, ik kan beter vertellen over mannen. Omdat ik ben man, dus ik weet. Maar vrouwen zijn kankerhoofdpijn, man. Echt wel. Vrouwen moet je echt. Vrouwen zijn hoofdpijn, bro. Echt wel. Blijf man, echt waar. Hè. Blijf man, gedraag je als een man. Gedraag je niet als een vrouw. Die LGBTQ, wat dan ook. Is allemaal nonsens, allemaal onzin. Als een vrouw begint, als die feminisme vrouw tegen jou begint te praten. Oh man, kodoma, kanker, hoera, kanker hond. Je moet gelijk uit je huis gaan schoppen. Man betaalt. Man werkt. Man brengt eten naar huis. Vrouw. Zorgt voor de kankerkinderen. Zorgt voor de huis. Ja. Eenheid. Familie. Familie. Breng dit bij elkaar. Vrouwtaak is groot. Die brengt de familie bij elkaar. Een man kan dat niet. Een man die moet zorgen voor de familie. Een vrouw die brengt iedereen bij elkaar. Begrijp je? Vrouw die doet dat. Dat is jouw kankertaak. Een man zijn kankertaak is zorgen voor de familie. Is zorgen.
breng eten, breng geld, breng dat, breng dit. En daarom wil de vrouw, en daarom wil de vrouw een man die geld heeft. Want een vrouw denkt naar de future. Begrijp je? Maar hey, luister, kan deze man... Zeg je dan dat alle vrouwen golddiggers zijn? Nee. Een vrouw moet een golddigger zijn. Waarom? Huh? Een vrouw moet een golddigger zijn. Want een vrouw denkt zo altijd. Als deze man geld heeft, dan kan hij voor mijn familie verzorgen. Want geen één vrouw wil een kankerskere man. Want een vrouw wil een moeder zijn. Een vrouw wil een moeder zijn en wil een man die voor haar kinderen kan zorgen. Als jij een man bent, je hebt geen kanker, geen baan, geen dat, geen dit. Die vrouw gaat toch zeggen, luister, haak kanker op van mij. Dan gaat zij dominant zijn. Als jij een man bent met geld, dan ben jij altijd dominant. Want dan kan je zeggen, luister. Dan ben je dominant kwijt. Dan ben je mannelijkheid kwijt. Juist. Als je geen geld hebt. Juist. Oh. Begrijp je? Een man is altijd moet dominant zijn. Hoe moet hij dominant zijn? Door geld te hebben. Als jij geen fucking geld hebt, dan is altijd de vrouw dominant. Dus dan moet je je afvragen. Is mijn vrouw dominant of niet? Als je vrouw dominant is, ben je kankerlelijk. Een kankerskeer. Dan moet zij haar gewoon neuken. Begrijp je? Dan moet ze gewoon die dildo hebben. Dat is de waarheid. En de roteet vertelt je zulke dingen niet. En de roteet leert je, en de roteet laat zichzelf zien. Ik zeg waar het op neerkomt. En die wannabe tates, ze gebruiken zijn woorden. Wij waren, tate doet ons na, Amanako. Wij waren voor hem, was mijn pa al, Andrew Tate. Laat me het zo zeggen. Hij was al de top G. Ja? We are not the wannabe tates. We are the top G. We are the top G. Mijn ballen zijn zo, Amanako. Zo. Begrijp je? Ik hou van jullie. Jullie moeten je brein gebruiken. En jullie moeten rustig zijn. Chill. Gewoon chill, mensen. Ja? Chill. Ik hou van jullie. Ik heb lang gesproken. Hoeveel minuten is het? 32. 32? Nee, lang. Ik zeg het, je moet gewoon een podcast maken. Ik zeg het. Als ik er ook in zit... Hoeveel minuten? Otto ziek je dat ik... Ja. Kankerlang. Ja, man. Het gaat tijd vliegen, hè. Tijd is genoeg. Ik heb 32 minuten zo gehouden. Ja, ik zei het toch. Ik heb pijn aan mijn nek. Ja. Tijd is genoeg. Ah, mijn nek. Je gaat de hele gigabyte opmaken. Kankerkinderen. Ja, tikt je dan. Kanker op.